Naast al die uh, video, video's en audio kun je ook je eigen erin zetten. Dat doe je door bij uploads te klikken. En dan kun je hier zeggen import hier. En dan kun je hier zeggen drag-and-drop media. En dan kun je dus media van jouw laptop PC hier inslepen. En dan zullen ze dus ook als video of als audio erin zetten. En dan kun je ze dus ook gewoon hierin zetten. Gebruiken voor je project. Succes!